Dank u, mevrouw de voorzitter. IJsland is een van de oudste democratieën in Europa. De Alding, het IJslandse parlement, is het oudste parlement in ons continent. IJsland is lid van de Europese Economische Ruimte, van Schengen, van Dublin. En dat betekent dus dat het grootste deel van het acquis communautaire reeds door IJsland is overgenomen. De ALDE-fractie verwelkomt daarom de aanvang van de toetredingsonderhandelingen met IJsland nadrukkelijk. IJsland kan als lid van de Europese Unie een wezenlijke bijdrage aan Europa leveren. Maar dat betekent ook, mevrouw de voorzitter, dat de verplichtingen die voortkomen uit ISAFE, de verplichtingen naar het Verenigd Koninkrijk en naar Nederland, moeten worden nagekomen. U weet dat de overeenkomsten met beide landen via een referendum zijn afgewezen. En dat betekent dat de regering van IJsland er nu alles aan moet doen om tot nieuwe arrangementen met Nederland en het Verenigd Koninkrijk te komen, die ook worden nageleefd. Want de basis van de Europese integratie is het gezegde Pacta sunt servanda. Overeenkomsten moeten worden nagekomen. En dat betekent, als dat het geval is, zal dat het sluitstuk zijn van de toetredingsonderhandelingen met IJsland en de toetreding tot de Europese Unie. En onder die condities verwelkomen wij dan ook die toetredingsonderhandelingen. Ik dank u.